Vanuit de vergaderetalage bij Pierka in Hoofddorp heet ik u van harte welkom. Dit is Haarlemmermeer TV van vrijdag 25 maart. In deze uitzending van Haarlemmermeer TV doen we vrijwilligerswerk in het kader van NL Doet bij Stal Starro. 70 schoolkinderen wandelen 6 kilometer met 6 liter water op hun rug. We praten met Rolf Wink uit Nieuw-Vennep. Hij doet mee met de X-Factor. En voor de stelling van de week gaan we weer met Maurice op pad. Ik sta hier in een kruidenierswinkeltje in Hoofddorp. Ja, een kruidenierswinkeltje uit 1916. Want op 2 en 3 april wordt het Landelijk Museumweekend georganiseerd. Haarlemmermeer telt maar 3 musea. En dat is best weinig voor een gemeente met zoveel inwoners en een gemeente met zoveel historie. Wat weet u over de historie van de gemeente Haarlemmermeer? Dat straks. Nu eerst het nieuws van deze week. 18 en 19 maart stond in het teken van NL Doet, de grootste vrijwilligersactie in Nederland. NL Doet zet vrijwilligers in de spotlights en zet Nederland aan om een dagdeel de handen uit de mouwen te steken. Wethouder Steffen Bak doet graag mee en verzorgde 18 maart de lunch bij Stal Starro. De grootste vrijwilligersmanifestatie in Nederland, gepromoot door het Oranje Fonds. Dit jaar op 18 en 19 maart. Het is hier bij Stal Starro een drukte van je welste. En we gaan eens kijken wat er allemaal te doen is. Je krijgt een heleboel mensen vandaag en morgen over de vloer en in de stallen en buiten. Wat gaan die allemaal doen? Vandaag is er dus de kustwacht, de piloten van de kustwacht. Die zijn vandaag bezig met het betegelen van de kinderboerderij. Morgen komt een delegatie van de PvdA en die komt het buitenwerk schilderen, de buitenhekken. En dat vullen we aan met al onze vrijwilligers. Alle stagiaires die vonden het zo'n leuk initiatief, die hebben vandaag vrijgekregen van school om hier aan deel te nemen. En die komen morgen ook terug om nog deel te nemen aan het schilderwerk. Wij werken op Schiphol Oost. Wij zijn de bemanning van beide kustwachtvliegtuigen die op Schiphol Oost gestationeerd zijn. En het leek ons een goed idee om een steentje bij te dragen aan het Oranje Fonds en aan deze Vrijwilligersdag. En we hebben dit project gevonden vlak bij onze werkplek. En wij gaan van deze varkenspoel iets moois maken. Er zijn heel veel mensen vandaag die vrijwilligerswerk gaan doen. We hebben het al eens eerder met elkaar gehad over vrijwilligerswerk, wat daar de waarde van was. Nou, het is het cement van de samenleving, heb ik wel eens gezegd. Zonder vrijwilligers zie je dat de hele samenleving vastloopt. En nou ja, wij ondersteunen dat van harte om daarin mee te doen. Zijn er genoeg vrijwilligers? Er zijn in Haarlemmermeer zijn er veel vrijwilligers. Dat is onvoorstelbaar veel. 40.000, nou en dat op een bevolking van 143.000, zijn er natuurlijk heel veel mensen. Maar het zijn ook vrijwilligers die zo nu en dan op ad hoc basis een ding doen. En je hebt ook vrijwilligers die heel gestructureerd iedere dag bezig zijn met allerlei zaken. Voor de bewoners van ons tweede thuis waren het superdagen, die NL Doet dagen. Zo reed vrijdag de paardentram van Stal Starro. En in Getsewoud werden de bewoners zaterdag de hele dag lekker in de watten gelegd. Zaterdag 19 maart werd er in het kader van NL Doet vrijwilligerswerk gedaan bij ons tweede thuis in Nieuw-Vennep. We zijn natuurlijk een voorziening voor verstandelijk gehandicapten. En daarbij is het voor ons voor de bewoners wel heel belangrijk dat ze ook wat meer in het sociale leven betrokken worden, in het maatschappelijke leven. En dat gebeurt eigenlijk nog te weinig. En zo laten we een beetje zien. Nou, het is leuk om hier te zijn en misschien wil je wel leuk vrijwilligerswerk bij ons doen. Waarom zou je als teambuilding een of ander duur iets gaan doen als je ook tegelijkertijd iets nuttigs kan doen en op dezelfde manier je mensen kan leren om samen te werken? Maar, vragen we aan vrijwilliger Els Berk, wat staat er vandaag zoal op het programma?
We hebben vandaag een heel gemengd programma. Er zijn een aantal mensen van ons wezen voetballen vanmiddag met een ploeg mensen. Er is een yogales, er is een kapsalon. Ze worden, als ze mooi gemaakt zijn, op de foto gezet. We hebben voetmassage met voetbad, we hebben gezichtsmassages, een manicure. Hoe was het? Leuk. Ja, leuk, ja. Ben je lekker verwend in mijn cremmetje? Ja, mijn voeten gedaan. Je hebt voetmassage ook gehad? Ja, nee, dat weet ik niet meer. Maar op mijn haar geknipt, hoef ik niet naar de kapper. Wat heb jij allemaal vandaag gedaan? Ja, je voeten. Een voetmassage ook gehad? En gezicht. Ook mooi opgemaakt, zie je? En yoga. En yoga. Wat is yoga? Dat is gymnastieken. Gymnastieken. Ja. En was het een beetje ontspannend? Ja. Ja, was leuk. Dat is heel leuk, ja. Als afsluiting doen we met de hele voorziening een high tea met alle medewerkers en alle vrijwilligers die hier gekomen zijn. Want ja, we hebben de bewoners in het zonnetje gezet. Maar ook de vrijwilligers, die mogen aan het eind natuurlijk wel een beetje in het zonnetje gezet worden. Dus die mogen mee eten. Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker in de samenleving. Maar het staat wel onder druk. Vooral in de sectoren zoals zorg en maatschappelijke ondersteuning. Het college van BMW wil meer werk gaan maken van vrijwilligerswerk. Ze gaan de organisaties daarom ondersteunen en ook helpen bij het werven van vrijwilligers. Lijkt het u wat om vrijwilligerswerk te gaan doen? Nou, dan zou ik zeggen, haast u naar de vrijwilligerscentrale Haarlemmermeer, want zij zitten om u te springen en ze geven u graag alle informatie. De vrijwilligerscentrale Haarlemmermeer is zeg maar, ja, de ondersteuner van het vrijwilligerswerk in Haarlemmermeer. We hebben verschillende takken van sport, als ik het zo mag noemen. Belangrijkste en eigenlijk de core business is nog steeds dat wij mensen helpen een leuke vrijwilligersbaan te vinden. Daartoe kunnen organisaties de vacatures bij ons aanmelden, kunnen erin beschrijven wat ze nodig hebben en welke eisen soms mensen moeten voldoen. Wij publiceren dat via internet. Mensen die iets zoeken om hun tijd nuttig en leuk te besteden, die vinden vaak via internet een suggestie om te zeggen van hey, dat lijkt me wat. Die reageren dan via het internet. En via dat contact wat dan ontstaat, worden ze bij ons uitgenodigd om in gesprek te gaan. Om te kijken of hetgeen waar ze belangstelling voor hebben ook echt daadwerkelijk past bij die mensen. De vrijwilligerscentrale is te vinden op de Dokter van Dorstenstraat nummer 1 in Hoofddorp. Of u kunt ook mailen naar vrijwilligerscentrale@meerwaarde.nl. Een heel ander onderwerp. Er staan veel panden leeg op de bedrijventerreinen en dat aantal groeit nog steeds. En daarmee ook de vraag naar oplossingen. Dinsdag 22 maart was er in het Sanoma-gebouw een bijeenkomst van een initiatiefgroep met de naam De Beuk Erin. Het Sanoma-gebouw, een van de grote kantoorgebouwen in Beukenhorst. Nog druk in bedrijf, maar er zijn veel problemen. Er is een leegstand van ongeveer 30%. Vanmiddag gaan we luisteren naar een initiatiefgroep die heet De Beuk Erin. Ja, wij zagen natuurlijk al een tijdje dat hier een toenemende leegstand was in het kantorenpark De Beukenhorsten. En dan ga je je handen gaan kriebelen. Hoe groot is die leegstand hier eigenlijk? We hebben recent telling gedaan en we praten over bijna 30% leegstand alleen op de Beukhorsten. Ik word er iedere dag mee geconfronteerd en het is ik vind het een treurloze aanblik om al die leegstand te zien. Ja, en uiteindelijk zijn we ook bank en dat betekent dat wij belang hebben bij een gezonde economie. En een leegstand van 30% is voor de economie niet gezond. We zijn eigenlijk gewoon begonnen door een actie te starten tegen leegstand en voor verduurzaming. Je moet gewoon stoppen nu met gronduitgiften, opnieuw bouwen en slopen aan de achterkant. Eerst even pas op de plaats maken, want het lijkt erop dat we echt op een doodlopende weg zitten. Dus wat wij zien is dat er echt alternatieve mogelijkheden zijn voor die leegstaande kantoorgebouwen. En we hopen ook eigenlijk na de presentatie van vandaag daar met ook de mensen in de zaal en de founders een vervolg aan te kunnen geven. Vandaag sluiten we eigenlijk fase 1 af. Dat was een verkenning, een analyse en met elkaar ontdekken wat nu de visie is op de Beukenhorsten. Na vandaag gaan we de volgende fase in en daarvoor hebben we nieuwe partijen nodig. Partijen als de gemeente, partijen als gebouweneigenaren, andere lokale partijen die zeggen van wij willen met elkaar, met de Beuk Erin, werken aan een duurzame Beukenhorst. Wordt
Woensdag 23 maart ging de landelijke sponsorloop Wandelen voor Water van start. Samen met Olympisch roeikampioene Kirsten van der Kolk en een aantal schoolkinderen gaf burgemeester Weterings in Haarlemmermeer het startschot. Stelt u zich voor dat vrouwen en kinderen 6 kilometer moeten lopen met 6 liter water op hun rug. In ontwikkelingslanden is dit pure realiteit. Op 23 maart wandelden 50 kinderen van de Juliana van Stolberg school 6 kilometer met 6 liter water op hun rug. In het kader Wandelen voor Water. Als u in het gemeentehuis de kraan opendraait om een vers kopje water te halen. Hoe vaak denkt u er dan maar na dat er over de hele wereld bijna 4000 kinderen sterven door ongezond water? Nou, niet elke dag, maar wel op dagen zoals deze, wanneer Simavi ook zijn actieweek heeft om geld op te halen in Nederland voor het goede doel, water ook in de ontwikkelingslanden. Hoe belangrijk is echt schoon drinkwater, denk je? Ja, heel belangrijk. Het is 70% van je lichaam. Hoe leg je kinderen van groep 8 uit dat er zoveel kinderen in andere landen sterven door ongezond water? Nou, je probeert ze met praktische voorbeelden uit te leggen dat dus hun leeftijdsgenootjes niet zomaar toegang hebben tot bijvoorbeeld schoon drinkwater. Wat heb je gedaan? Water op mijn hoofd gezet. Vroeger? Ja. Waar heb je dat gedaan? In Angola. Want daar kom je vandaan? Ja. En hoe lang ben je in Nederland? 6 jaar of zo. Ik denk dat we ons goed moeten realiseren dat al die verworvenheden die wij hebben, het lijkt allemaal logisch, maar als we stilstaan bij wat er elders in de wereld is, dan moeten we ons goed realiseren dat we ook nog wat kunnen delen. Volgend jaar is opnieuw Wandelen voor Water, hopelijk ook weer op deze school en in de Haarlemmermeer. Wat was belangrijk nieuws voor de 3 lokale kranten? Ik pak ze er even bij. Het begint met het nieuwsblad Haarlemmermeer. Want die schrijven dat in Den Helder is er een nieuwe tulp gekweekt. Genoemd naar een Engelse organisatie die veel gelijkenissen vertoont met het werk van het Adamas Inloophuis. Een deel van de verkoop gaat vanaf nu niet alleen naar de Engelse organisatie. Zij kozen het Adamas Inloophuis uit om mee te delen. De nieuwe tulp kreeg de naam van de Engelse organisatie en dat is Armscoat. Het Witte Weekblad, daarin staat een grote foto. Het dorpshuis De Meerkoet is namelijk klaar voor de toekomst. Wethouder Steffen Bak die verrichtte de heropening en dat deed hij met het doorknippen van een lint. Dankzij een kerngroep van enthousiastelingen, zo'n 100 vrijwilligers en een jeugdraad met een toekomstgericht blik, staat er nu een centrum met voor elk wat wils. En dan de Hoofddorpse Courant ten slotte. De gemeente heeft deze week de subsidie aan de dierenambulance Haarlemmermeer per direct stopgezet. Vrijwilligers van de dierenambulance zouden gewonde dieren niet goed hebben behandeld, zo stelt de gemeente. Als noodmaatregel neemt de dierenbescherming Haarlem de taak nu tijdelijk over. Het bestuur van de dierenambulance is verbijsterd over de beslissing van de gemeente. Om te weten te komen wat de doe- en uittips van Wouter Braaf deze week zijn, moeten we naar Jeugdland in Nieuw-Vennep, want daar ging hij naartoe. Jeugdland is een bouwspeelplaats voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar en het hele jaar geopend op woensdagen en vrijdagen vanaf 1 uur 's middags en op zaterdagen vanaf 10 uur 's ochtends. Bij Jeugdland Nieuw-Vennep kun je bijvoorbeeld op zaterdag 26 maart pizza's komen bakken. En op de meeste zaterdagen is er vanaf 3 uur 's middags een kampvuur met marshmallows. Je kunt ook altijd komen tafelvoetballen of hutten bouwen, knutselen, noem het maar op. Kijk gewoon even op www.jeugdland.net, daar staat alle informatie op. En kom gezellig langs. Nadat hij een plaat van Jimmy Smit had gehoord, was Rob Mostert helemaal verliefd op het Hammondorgel. Na zijn conservatoriumopleiding speelde hij in allerlei bands en richtte zelfs zijn eigen muziekschool op. Bij meer jazz brengt Rob repertoire van zijn nieuwe album Englewood Cliff Sessions. Vanaf 3:30 treedt hij op met zijn band in Hotel De Rustende Jager in Nieuw-Vennep. Je kunt binnenlopen wanneer je wil en de toegang is gratis. Henk Fransen is arts en werkte in het stervenshuis van Moeder Teresa in Calcutta en in verschillende ziekenhuizen in Afrika.
In Nederland specialiseerde hij zich in het zelfgenezend vermogen en schreef 2 boeken over dit onderwerp. Op dinsdag 29 maart geeft hij de lezing Activeer uw zelfgenezende vermogen in de Rank in Nieuw-Vennep. Hier vertelt hij op een originele wijze over de werking van lichaam en geest en over hoe mensen hun gezondheid en hun zelfgenezende vermogen kunnen ontwikkelen. De toegang is gratis. Ter ere van het 25-jarig bestaan van Jeugdcircus Acrobatico zal er een spectaculair optreden worden verzorgd op zaterdag 2 en zondag 3 april in Schouwburg de Meersen, getiteld Oscarion. Alle 32 jonge, zeer talentvolle artiesten staan in de startblokken om er een waanzinnige circus-theatershow van te maken en hopen enorm dat u komt kijken om hiervan te kunnen genieten. Komt dat zien, komt dat zien! Tijd voor cabaret, op donderdag 31 maart in het Oude Raadhuis in Hoofddorp. Emilio Guzman en Peter Pannenkoek treden er om de beurt op, maar daar heeft u maar 1 toegangskaartje voor nodig. Emilio won vorig jaar de publieksprijs op het Leids Cabaret Festival en een aantal jaar eerder won Peter het Amsterdams Kleinkunstfestival. Beiden zijn al jaren verbonden aan de Comedy Train, maar nu kunt u dus iets uitgebreider met ze kennis maken. Met pittige humor als medicijn tegen alle kwalen. Kijkt u naar de X-Factor, dan heeft u hem vast gezien en gehoord. Rolf Wink uit Nieuw-Vennep. Hij doet mee aan de X-Factor. De laatste keer dat we hem spraken, dat was vlak na zijn auditie. En toen spraken we met hem af dat we hem zouden volgen. En nu zitten we bij je thuis, Rolf. Staat na die auditie je leven erg op zijn kop? Het is wel erg veranderd, ja. Ja? Heel erg. Je woont nog thuis bij je ouders en je broer. Hoe vinden zij dat allemaal? Hartstikke leuk. Leuk echt, want als overal waar we naartoe lopen is het van hé, dat is die jongen van X-Factor of hey, alles goed gezongen. En ja, het is hartstikke leuk. Ik vind het leuk. Als kijker zijn wij 3 X-campussen zijn we verder. Inmiddels zijn de coaches bekend. Voor jullie is de jongensgroep is dat geworden Gordon. Yes. Was hij voor jou ook nummer 1? Hij was, ik vond ze allemaal goed, maar nu dat ik hem heb is het toch wel, is het toch wel superleuk echt. Er is ook een poll geweest waarop mensen konden stemmen van wie is nou mijn favoriet. Nummer 1, hè, werd je. Yes. Hoe voelt dat? Is leuk, maar is nog maar het begin, hè. Ik moet nog wel, als ik vrijdag door ben, dan moet het nog wel doorgaan. Ja. Zo. Kon je nou ook zien dat er veel meisjes op je gestemd hadden? Was dat er een beetje uit te halen? Nou, ik weet het niet, maar ik heb wel heel veel berichten op Hypes en Twitter en Facebook. Dus ik denk dat het wel voornamelijk meisjes zijn, ja. Is er nog kans voor die meisjes? Wat zegt u? Is er nog kans voor die meisjes? Er is nog kans voor die meisjes, ja. Oké, dat is dan even duidelijk gezegd. We gaan even terug naar Gordon. Wat kan Gordon nou precies voor je doen? Gordon kan heel veel voor mij doen. Sowieso is het een hele ervaren zanger. Hij heeft ook al heel veel seizoenen meegedraaid in talentenjachten. Dus ik denk dat hij mij wel heel veel advies mee kan geven van nou, dit zoeken ze echt of dit zoeken ze nou echt niet of dit moet je doen. Want hij doet al mee aan Idols. Toen Idols was hij al een coach. Dus hij heeft heel veel ervaring, denk ik. Denk ik, weet ik wel zeker. We kunnen nog niks doen als Haarlemmermeerders, maar straks wel natuurlijk. Als je doorgaat, ja. Dus dan kan Haarlemmermeer zich tonen. Heel, heel veel succes. Dank u wel. Dank u wel. Zet hem op. Dank u wel. Vorige week was de straat van de week het Elspeterbos in Hoofddorp. Locatiereporter Nicolien Takers gaat de dinercheck uitreiken. Afgelopen week was de Elspeterbos in Hoofddorp de straat van de week. We gaan de dinercheck uitreiken en eens vragen wat er leeft in de straat. U woont er nu 22 jaar. 22 jaar met veel genoegen, begrijp ik eruit, en met uw kinderen. U bent nu alleen hier met uw man, toch? Ja, we wonen nu nog met z'n tweeën en onze kinderen zijn de deur uit. Mijn dochter woont hier 2 straten achter, die is getrouwd en die heeft daar ook een huis gekocht. Omdat ze het ook prettig wonen hier vindt, onder andere hoor, en de mogelijkheid had daar een woning te kopen. En mijn zoon woont op een studentenkamer in Haarlem. Ja, ik woon dus nog met mijn man hier. Ja. Waar wij voor vielen, dat toen wij 22 jaar geleden hier op huizenjacht gingen, want we kwamen uit Deventer waar we 4 jaar gewoond hadden. Dat was het park hier voor de deur en we hebben hier geen auto's voor de deur, geen druk verkeer, helemaal niet.
Toen waren er wat bosjes. Ik ben bij de gemeente geïnformeerd hoe hoog de bomen zouden worden. Die zouden niet hoger dan een meter of 4-5 worden. Want ik wilde geen hele hoge bomen. Een beetje genieten van de lucht. Ja, en vandaar dat we dit huis hebben gekocht hier. Het is wel niet zo'n heel groot huis. Maar de ligging was gewoon fijn omdat er geen verkeer langskomt. En wat ook blijkt, er is hier bijna geen vliegverkeer. Aankomende week is de Azolastraat in Lisserbroek de straat van de week. Woont u in de straat van de week? Mail dan naar middag@meerradio.nl. En wie weet staan wij volgende week wel voor uw deur. Van Nicolien gaan we door naar Maurice van Dam. Hij staat in het winkelcentrum in Hoofddorp met een nieuwe stelling. Ik ben hier in het Historisch Museum Haarlemmermeer. Want op 2 en 3 april wordt het Nationaal Museumweekend georganiseerd. De gemeente Haarlemmermeer telt maar 3 musea en dat is best weinig voor zo'n grote gemeente als Haarlemmermeer. En vooral een gemeente met zoveel historie. Wat weet u over de historie van de gemeente Haarlemmermeer? Nou, eigenlijk weinig. Ik weet dat op een gegeven moment de polder dus gedempt is of hoe noem je dat? Leeggelopen. Nee. Nou, in zoverre weet ik dat de polder hier droog gemalen is. Het is een tijd geleden, hè, bij ons. Wat heeft u op school geleerd dan over de Haarlemmermeer? Ach, god. Drooggelegd. Wie deed dat, het drooggelegd? Heeft u enig idee? De naam ervan? Nee, geen idee. Nee. Ron Leegwater, zegt u wat? Wel van gehoord, ja. Dick Tromp. Is er eentje? Eigenlijk weet ik heel weinig. Ja, ik moet even een eentje terug, want Bornholm. Ik heb zelf 3,5 jaar in Bornholm gewoond. En dat is eigenlijk de eerste uitgroei van de gemeente Haarlemmermeer. Drooglegging, zegt het je wat? Ja, dat wel. Bij Krukje staat toch zo'n pompmolen ding. Ja. Dat was toch water, dus is die toch weer volgepompt met zand en. Nee, dat doe ik niet. Nee? Het is gewoon lege malen. Meer weten over de drooglegging? Misschien kunt u een keer een bezoekje brengen aan het Krukjesmuseum. Het is maar een tip. De lente, die kon niet mooier en beter beginnen. Heeft u er ook een beetje van kunnen genieten? Pim en Ruben, die wel. En misschien bezorgen zij u met dit filmpje wel lentekriebels. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Tot zover deze uitzending van Haarlemmermeer TV. U kunt hem nog terugzien. Kijk dan op haarlemmermeer.tv. Wilt u reageren of heeft u nieuwtjes? Geef het door op redactie@meertelevisie.nl. Wij zijn er volgende week vrijdag weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan. Dag.